Einstein ging ervan uit dat je dus niet kon weten of je wel of niet in beweging bent. Maar volgens mijn theorie moet dat wel zijn. Ik dacht dat hij toch met zijn theorie een zekere juistheid had, bijvoorbeeld bij kernreacties. Of is dat, loopt alles verkeerd in die termijn? Niet helemaal, maar de theorie moet aangepast worden. Toen weerlegde u de relativiteitstheorie van Einstein. Hebt u ondertussen gelijk gekregen? Het is een complex probleem. Ik heb toen verschillende voorspellingen gedaan. Twee ervan zijn door de astronomen bevestigd. Afslag ze op achter slot en grendel. Zoekwoord ze, zij zijn de bende. Ze kost zitten in ellende. Lukken vinden is het denken. Onze zakken zijn te leeg. Want ze pakken veel te veel. En we snakken naar ons deel. Maar die pakken, pakken geld. De wereld draait erop, ik verstik en mijn adem wordt hard. Ik voel de klappen van de klappende mensen. Maar kunnen me maken niet raken. Ik drop nog harder dan een vliegtuig in een tweede toren. Dat weten we al en zwijgen erover. De waarheid is het enigste dat de mens het kan storen. Dat er miserie van kwam, wisten we al van tevoren. Iedereen doen alsof iedereen wil erbij horen. Cashflow, money, dough, olie is geen rijkdom van de goden. We roepen ervoor, maar zouden er vermoorden. Dieper in de grond boren, totdat de aarde zijn ziel is verloren. Iedereen roept het, maar niemand wil het horen. Ze investeren liever in een tweede zonivoren. Lichten naar de maan, alsof de zon niet straalt. Sterren gaan eraan, de held heeft gefaald. De grootste macht in de wereld, zijn nederigheid taalt. Sluit ze op achter slot en grendel. Zoekwoord ze, zij zijn de bende. Zoekwoord zitten in ellende. Drukken vinden is het denken. Onze zakken zijn te leeg. Want ze pakken veel te veel. En we snakken naar ons deel. Maar die pakken, pakken geld. Nee, ik heb geen genade. Ik heb het aan mijn benen, ik wil andere dagen. Zoals zij wil ik zon zien schijnen en geen enkele flik zien. Bonnetjes schrijven, mijn droom is fictie. En dat vind ik om te blijven, want ik hoop dat die chicks zien hoe dat ze overdrijven. Staan op glad ijs, maar ze bezwijken. Roekeloos op de weg als motorrijders. En wij staan stil te kijken op de pechstrook. Alles wat we willen, dat gaat niet zonder gevecht, yo. Want er schiet niks meer over. Geld, doekoe, alles gestolen. Het is de schuld van de euro. Oh, ze zeggen dat ik ziek ben, maar die neuroloog. Centen verkwisten, dat kan ik ook. Ook al ben ik geen minister, ik besta hier ook. Slaat ze op achter slot en grendel. Zoek wordt ze, zij zijn de bende. Sukkels zitten in ellende. Drukken vinden is de trend. En onze zakken zijn te leeg. Want ze pakken veel te veel. En we snakken. Als die catastrofe gebeurt, dan gebeuren er reusachtige aardbevingen over de ganse aardkorst. Dat betekent dat alle kerncentrales in Europa, zoals in Amerika, gaan smelten. Ook het nucleaire afval komt vrij. Dus Europa en Amerika kunnen de eerste 10.000 jaren niet meer bevolkt worden voor ons nageslacht. Het enige continent dat dit kan, is Afrika of eventueel Papua Nieuw-Guinea. En met hoeveel mensen zit u daar dan? Ik streef momenteel naar 5.000 personen. En daar moeten we het bij houden, omdat anders de logistieke problemen veel te groot worden.